Goedemorgen en welkom bij deze livestream van VPRO Tegenlicht Future Stories. Live vanuit de ZB-bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Ik ben Jora Rienstra en we gaan vandaag napraten naar aanleiding van de uitzending De Waarheid als Wapen. En we gaan het hebben over fake news. Ja, want hoe herken je het nou? Hoe wordt het gemaakt? En hoe wordt het ingezet in de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne? Ja, en dat ga ik doen met gasten aan tafel zometeen, maar ook met jullie in de klas. Nou, allemaal even zwaaien. Kunnen jullie maar goed zien? Ja, ik kan jullie ook zien. Nou, heel leuk dat jullie allemaal meedoen. Dus we gaan nu kijken naar het eerste fragment. In de Baltische Staten, aan de grens met Rusland, wordt de informatieoorlog als nooit tevoren. Don't trust Russians. Don't trust them. They're deceivers and liars. Everything what they say is a lie. Режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом существенно возросли, связанные с планами обретения собственного Mark, even blij. Jij bent de deepfake expert. Daar ga je straks alles over vertellen. En Rivka Otte, jij bent Ruslanddeskundige historicus. En je hebt een game gemaakt over desinformatie. Daar gaan we straks ook eventjes spelen. Inderdaad, een hele mond vol. Dagelijks leven zelf desinformatie. Ik weet niet, heb je wel eens over iemand gehoord? Met nepnieuws bedoelen we berichten die niet of niet helemaal waar zijn. En toch bewust de wereld in worden geholpen. Dus de spullen moet je even...